Ik ben commercieel manager bij RGS. Wij zijn een sloopbedrijf wat specialiseert is in renovatieslopen, transformatieslopen, maar ook totaalslopen zoals hier op de Indiëtrein in Almelo. Ik heb het beeld van spierballen, zweet, breekijzers en bier. Klopt dat beeld? Nou, in zekere zin natuurlijk. Het is een vak waar veel spieren van nodig zijn, laat maar even zeggen. Maar het is niet meer zoals vroeger dat het alleen puur om het slopen gaat. Het is tegenwoordig ook veel eigenlijk sorteren van spullen, alles apart houden. Het is niet meer dat je een kraan tegen een gebouw kunt zetten en dan that's it. Wanneer zijn jullie op dit oude Indiëtrein klaar? Dat is nog niet helemaal helder. Dat moeten we zo meteen even aan de projectleider dan vragen. Maar er is natuurlijk een planning voor gemaakt. Maar we zijn al best een eind. Want de huizen hier achter ons, daar zijn alweer huizen gebouwd. Daar is vroeger ook fabriekshallen gestaan. En dat zit nu, we zitten nu bij de laatste 4 hectare ongeveer bezig. Ik werk samen als projectleider. Waaronder ook het Indiëcomplex valt. Kunt u vertellen in het kort, als dat mogelijk is, wat er tot nu toe allemaal gedaan is op het Indiëterrein? Ja, dat kan zeker. We hebben dit werk aangenomen in 2010. Vanaf 2010 wordt er in verschillende fases gesloopt. In eerste instantie wordt al het asbest gesaneerd, gebouwen gestript. En zodra alle asbestsanering gedaan is, vrijgegeven is door een onafhankelijk laboratorium, wordt het pand gesloopt tot op het maaiveld. Nou, daarna, als het bovenbouw gesloopt is, wordt alle puin afgevoerd. En in de eerste fase is al het puin hier ook op locatie gebroken, wat ook weer gebruikt wordt binnen het terrein en het complex voor de infrawerkzaamheden. In welke fase bevinden de werkzaamheden zich nu? We zitten nu in fase 3 van het complex, dus dit is het einde van de sloopwerkzaamheden dit jaar. Wanneer zal het project klaar zijn? Dat zal ongeveer medio volgend jaar april zijn. Welke moeilijkheden bent u tot nu toe tegengekomen? Heel veel diefstal. Dat valt wel heel erg op in deze regio. Of in Almelo. Het is alle koperen leiding en vernielingen. Heel veel jonge mensen die over de daken klimmen en rennen. Ja, het is eigenlijk onverantwoord, maar het is heel lastig. We hadden zelfs beveiliging, camera's hier staan. Maar die breken ze nog af en die slaan ze nog kapot. Er zijn tegenwoordig strenge milieueisen. Heeft u daar last van of gemak van? Ja, we hebben alle certificaten namens RGS. Dus we werken altijd netjes conform alle wet en regelgeving. En vooral met asbestsanering, er wordt ook streng gecontroleerd. En we hebben ook regelmatig audits van onze certificerende instanties. En daar voldoen wij allemaal aan. En als we het niet goed doen, dan wordt ons certificaat ingetrokken. Dus.